Yo, zo, vroeg. Vandaag ga ik jullie meepakken op een repetitie achter de schermen in Oostende. Ik weet niet hoe het komt, maar ik denk steeds aan vroeger. Zoveel dagen had ik niets te eten. Moest overleven en ik had enkel mijn broeders. Je hoort ons niet klagen. Want we willen alles vergeten. Want het is moeilijk, want zit steeds in de trap. Bijna verslaafd aan alle drugs. Een pakje hier en een pakje daar. Ik doe dit niet voor mijn plezier. Want wil zo graag weg van de straat. Achter boeken en ga nu terug naar school. Nou wordt steeds geboekt, ik ben nu mensen hun idool. Ben een trap in de ghetto. Geen moeder, geen vader, maar nee, ik kan niet verdwalen. I have to let go. Net gearriveerd in Oostende. We gaan op zoek naar de locatie. Het is niet zo ver hier van het station vandaan. Ik heb gehoord dat ik een boot kan pakken. So let's do it! Ja, we zitten op de boot. Nu gaan we richting het repetitiehuis. Let's go! We zijn bijna bij de locatie. Ik ben zeer benieuwd naar de andere twee bandleden. Ik heb ze enkel nog maar via online gehoord. So yeah, let's do this! Ga zeker ook abonneren op mijn YouTube kanaal. Angel King Boss.
Als je meer van deze video's ook wilt gaan volgen, let's do it! Maar ik ben woke as fuck. Hallo. Yo. Ja, rustig. Wat? Wie ben jij? Stefan, ik ben de ene die je heeft. Ah, nice. Alles goed? Ja, ja. Hallo. Ja, ik ben ook bezig met een vlog, dus... Oei. Hallo. Oei. Heb je er een beetje zin in? Heb je er een beetje zin in? Ja, eigenlijk wel. En hey? Ja, zeker. Ik ben echt benieuwd. Ja, tuurlijk. Ja. Yo. Damn. Alles goed? Hey. Ja, rustig. Amai, nice zeg. Oké. Okay. Dus hier ga ik vandaag repetissen met Jamen. Yo. Welkom. ik hou jullie meer info wel. Yo, we zijn bijna klaar om te beginnen met de repetitie. Ik ga wel wat filmpjes tonen, dus let's go. Gewoon spelen zoals wanneer je speelt eigenlijk. De company. Ik niets te moeten. Check, ja, weet. Moest overleven, ik dacht en komen, broeders. Je hoort ons niet klagen, want we hebben alles vergeten. Maar het is moeilijk, want het is een trap. Bijna verslaafd aan alle drugs. Een pakje hier en een pakje daar. Say the name. Say the name. It is real.
bijna 4 uur en we zijn nog steeds aan het repeteren. We go for it. Ik zou zeggen, als je het ziet zitten, ga zeker zaterdag komen kijken naar... wat is het naam eigenlijk van het festival? Recreëren. Kom zeker kijken zaterdag. Carousel. Kom zeker kijken zaterdag de 12e naar Creëren in de Carousel. Ik kan het niet omdraaien, want de tijd is slapeloos. Ik wil het stoppen, laat me het omdraaien, want ik weet hoe het voelt, ik voel hoe het was. Ik zat gevangen in een instelling, dat veranderde mijn instelling. Want ze pakte mijn moeder af, dus was mijn moeder kant, probeerde te fixen wat er niet was in de instelling. Dus toen was ik op de straat in mentaliteit. Ze zeggen komt zo goed, maar ze hadden zelfs schaad aan ons. Dus dat bracht me op de straat. Geen opvoeder dat steunen, nee, ze brachten enkel haat. Oké, dat was een lie. Elke goede opvoeder die was niet lang alive. Back to my mom, zij was echt strong. Werken dit ze van mij tot de ochtendstond. Maar toch mocht ik niet bij haar zijn. Elk bezoekje bracht mijn hart pijn. En dat beslist door een jeugdwicht die niets wist. Ik kan het niet omdraaien. Tijd is slapen, slapen. Ja, onze repetitiesessie zit erop. Daar is de band. Hier ben ik. Ja. I had a nice day. En we gaan zaterdag knallen. Ik heb ook een mic. Zelf thuis, dat je thuis. Zie je zaterdag? Ja, totaal. Dat is echt chill, hè? Dat is echt chill, hè? We gaan dat killen. We gaan dat killen. Hey, wat doen we na? Repeteren? We gonna have some relaxed time. Ja, we gaan relaxen, hè? Een beetje genieten van het strandje, van het zonnetje en van de wind. Ja, maar ik zou toch niet zwemmen zijn. I just keep on going, keep on flowing. I can't let my heart fall in, so let it be alright. Only good fun. We're going through hard times, but that's the fact. All we do is rise, and we can be high. Yo yo yo, ik heb lekker gechilled aan het strandje even. Ik zit nu ook voor een oude school waar ik heel lang heb gezeten. Ik heb ook wel beseft dat daar nog heel veel emotie op wekt. Op veel vlakken. Ik wil niemand blamen, maar gewoon in mijn tijd was er heel veel racisme. En ook gewoon andere dingen. Maar daar ga ik jullie later ook wel meer over vertellen. Maar kijk of ik vandaag een kijkje ook nog kan nemen erbinnen. Hier is waar dat de boss is.
Oh my god. Kijk eens hoe dat is. Zullen die verlijndouchen zien? Oh my god. Hij was nog een goede vriend van mij. Oh my god. Wacht even, nu blijft er zinnen. Kijk, een blauw pak. En Evelien. Ja, ik mocht terug binnen. Dus ik ga een kijkje nemen. Pas. Ja, de grote baas. Eva is er ook en hij gaat mij een rondleiding geven. En een oude opvoeder. Ja, een ouder, ja. Dat is juist, ja. Oké, let's go. Hier heb ik nog mijn eerste salto van gedaan, zeg. Ziet je? Amai. Ik ben bijna 14 jaar en Iboa heeft ooit nog in mijn leefgroep bij de lichtmatrozen gezeten. Zit je deze leefgroep? Wat de? Kijk, die hebben nu allemaal PlayStation. Dat was er nog een oude opvoeder, eerste. Ben je nog steeds reporter voor de basket? Ja, de basket wel, maar die hebben gisteren gespeeld in Bergen. En gewonnen, maar ik was er niet bij. Deze memories die terugkomen, het is toch positief en negatief, hè? Amai. Dat is normaal, hè? Ja. Maar kijk eens, een nieuw sportcentrum. Dat was echt nodig, hè? Ja, dat wel. Mag het daar? Ik ga het uitleggen, want dat is hier zo. Hier zijn de scholen. Dat is nog niet hier. Hier heb ik les gevolgd. Het is nu. Dus hier zijn. Palace. Hier zat ik in het zesde leerjaar. Ah, amai zeg. Eerste, mevrouw Emily. Zij heeft mij zangles gegeven. Is Amai. Origineel nog. Ja, al deze dingen. In deze school zat ik een keer. Het lager was hier, hè? Ja. Kleine klasjes, hè? Yep. Oh. En dat. Tweede, derde leerjaar? Wacht, je bent tweede leerjaar? Je bent weg geweest en dan. Ja, mijn eerste leerjaar ben ik gekomen en dan van. Vierde, vijfde, zesde. En ik was wel ook altijd een van de weinige Afrikaantjes in deze school, maar ik ben er trots op. Nee, waarom blijf bij jou dan? Ja. Hij ziet het eerste leerjaar dan hier, hoor. Amai. Hier zat ik kijk als petit en heel veel petits. Met thee. Thai. Thai. Ja. Wat thee. Dus in. Sinds 2018 hebben we een leefgroep bootsmannen. Dat wil dus zeggen dat leerlingen die hier gedaan hebben met hun studies, maar nog op Ibis willen blijven, voor de zorg voor weet niet wat, die kunnen hier ook blijven nu. En we hebben op vandaag 3 bootsmannen. Dat zijn 17, 18, 19-jarigen die verder gaan studeren, maar die graag s'avonds of in het weekend hier nog op Ibis blijven. Meisjes hebben we nu ook, hè? Mooi instituut. Ja, juist, meisjes. Sinds vorig jaar, we hebben nu 10 meisjes. 10 al? Ze zijn gestart. Amai. Ja. Dat is Stefan van Vleter, de bekende fotograaf. En wel, ik had toevallig een videoclip gemaakt en daar komt nog een kunstwerk van de Ibis in. Welke, wacht, we zitten hier in het jaar 13B. Mag ik even kijken. Dat hij hier veel in het weekend was. Maar op internet zit je mij zelfs nog in een Ibis pak. Ja, voilà. Amai. Dus. VIP, hè, de Wall of Fame. Ja, niet voor ons, maar voor. Voor heel veel mensen. Wat de kinderen allemaal meegemaakt hebben. Amai. Ah, deze is dat niet Sammy? Cool.
Die was die dan ook waarschijnlijk met de koningin, met de prinses met toen de prinses. Nog in 2004. Hè. Toen dat we naar Disneyland Parijs zijn gegaan. Ja, dat was 2006. Nog toen mijn zusje, die wou ook heel graag komen, maar ja, dat kon, mocht toen nog niet. Niet, ja, hier is mijn eerste. Epa, niet mijn eerste, maar toch heel veel voetbalmatchjes. Amai zeg. Zelfs in de winter kwamen we hier op schaatsen. Niet hier in KW Ibis? Nee. Ja? En is het niet te streng? Nee. Ah, oké, dat klonk heel overtuigend. Skatepark nu. Amai zeg. We hadden deze ene ramp. En deze ook. En... ja? Gewoon AKB, AKB. AKB. Van onder naar boven. Oh yo, what the fuck? Oh, sorry, voilà. Excuse. Oh yo. Dat is een nieuw gebouw gewoon. Sinds 2017 hebben we nu 24 individuele kamers. Dat onze leerlingen een eigen kamer hebben, dat niet meer op die slaap zijn moeten. Jezus, was een Julio. Hij was ook een mede-Afrikaantje, strader. En Jason, ze. Hoppa. En hoe noemt hij ook weer? Koentje. Ah, dat is Koentje. Dat is heel het terrein. Hier zie je het helemaal. Ja. Echt graaf. Goedenavond. Bezoek ook, hè? Amai. Boa. Is. Amai, ze. Zes sterren hotel hier, hallo. Ziet je dat? We zien dat hier allemaal veranderd is. Weet je, dik bakje had toen ik klein was. Kijk, zie je. Bam, 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 bakken. Ja, maar kijk toch, vergeet de saladbar niet, hè? Ah, natuurlijk, maar ik ben vegan nu, hè? Nou, wat kijk je daar? Zie. Welke aanbod heb je niet? Is, ja, groentjes. Mooi, hè? Een beetje beter voorzien. Mag ik een appeltje? Ja, alsjeblieft. Dan je ook, hè. Mag ik ook een peer? Ja, een peer. Dat is... Masker aan. Zij was een van onze koks. En mwah. Mwah. Dank je wel. Ja, lief van jou. Ah. Ik ben zijn naam vergeten. En Akam, hij woont nu in Antwerpen. Ja? Hij werkt in een bubble tea. Ah, echt? En doet met zijn paarse haar nu. Met zijn blauwe haar? Ja, blauw, ja. Deze was mijn klas. Dit is een van de mooiste foto's dat we... Ah ja, gemengd precies. Maar ah, hier was mijn leefgroep met mevrouw Karine en meneer Christophe. Ja. Amai. Hier zat ik wel graag. Ik ga niet liegen. Deze was een leuke leefgroep. Maar van 1 ging naar 2. De vloeren en de kasten zijn gebleven. Dat zijn hier onze Jantjes. Je boa heeft hier nog op Ibis gezeten. Hallo. 1 jaar geleden. Hallo. En hij komt. Dat vind je ook maar hier, hè? Ja, vind je enkel maar hier. Zelfs in Antwerpen is dat niet zo graag. Het mooie in de schouder. Ah, maar in deze pot. Chic. Deze had ik aan om naar school te gaan. Te graag, hoor joh, deze voilà, is dat waren de 2 slaapzalen, hè? Ja. Maar ze zijn het allemaal aparte. Ja, maar zeg. En dat is nog gebleven. Oké. Okay. Nu zijn het allemaal kamertjes van. Dat is veel beter. 6, 7, 8. Dat is veel beter. Je moet je zeepje. Ja, wacht hè. Hier. Je plekje nog. Hier. Dat is crazy, hè? Dat is echt crazy. Amai. Wow, dat is niet normaal. Want dan washandje, zeepje. Dan stiekem eens kijken. Ah ja, maar het is weekend. Dat hebben we bij de renovatie gehouden. Langs geweest van Belpop. Van Canvas. Onze ochtenduitzicht. Dit gebouw stond er niet.
Oei. Ja, dat is jammer, hè. Ja, echt jammer. En zo dicht. Ja. Ja, dat is echt groot, hè. En nu komen we in het nieuwe gebouw. Deze gebouw was er nog niet. Oké, wacht ik. Het nieuwe gebouw. Fucking sick. Aparte kamers. Oh my god. Dat is te graaf. Mooi, hè? Dat is echt te graaf. En ze zijn... Oh, ik ben heel trots op mijn kerels. Ja? Want dat is hier nu het vierde jaar in gebruik. Je zou denken dat dat nog maar van vorige week is. Ja, inderdaad. Fucking graaf. Netjes proberen. Heel netjes. Amai, zeg. Heel graaf. Gebruikt voor de platenhoes van Balthazar. Rats. Amai, mooi. En een cd-rats. Komen er hier als aanbod bij het aspirantenhuis nog 8 individuele kamers. Nee. Voor die bootsmannen waarvan dat ik dat straks... Ah, ja. Vaak, als je niet naar huis kon, verbleef je in het weekend in een weekendhuis. Ik kon zelf niet naar huis gaan, heel vaak, dus verbleef ik in het weekendhuis, zoals je nu gaat zien. Maar dat zal wel van je prioriteit zijn waarschijnlijk. Yes, Jeroen, heb ik mijn... Jeroen, niet gekend, 2012. Jawel. Wow! Check deze drarie. Alles goed? Fuck. Hier heb ik gestalleerd. Oh ja. Hoe ben je? Ik ben nu... Ja, jong. Yes. Hier heb ik vaak een bad gepakt. Ja, die spulletjes lagen er toen nog niet. En nou is het fucking graaf. Bamse. Hier ook veel. In de zand. Hier ook ze. Veel voetbalmatchjes gespeeld. Zitten daar nu. En nu zijn ze bezig met de eerste verdieping. Voor de aspiranten. En daar gaat boven aan de aspiranten komen. Die gaan heel dat eerste verdieping hebben. Amai zeg, daar hadden ze nog niet zo bij in mijn tijd. Het stopte hier bij dit gebouw. Nou, het is goed dat ik nog op beeld zal hebben, want volgend jaar is het helemaal anders. Volgend jaar is het weg zeg. Dit is historie. Nee, het wordt hier uitgebouwd. History. History, ja. Was, daar heb ik ook nog een paar saltos gedaan. Dat was er al, hè? Ja. 1, 2, 3, go! Oh. Old school! Amai. Hier moest je ook soms vlaggen groot doen, hè? Ah, echt? Dragjes. Het is leuk school. Ja? Het is leuk school, man. Ja. Ja? En jij? En jij? Ja, ik ken je al 10 jaar om de 10 jaar? Interessant. Dit is op. En hè? Wat vind je hiervan? Ja, het is wel tof, ja. En wat vind je van de verandering? Maar het is aanpassen, maar door de kleintjes van nu en daar waarschijnlijk geen probleem mee. Maar, ja, met die aanpassen. Ja, het is, als je daar lang zit, is het aanpassen. Ja. Is het harder of minder hard geworden? Ja, eigenlijk het is een beetje minder, maar ja? Het is maar, nog altijd wel... Oké, nog altijd chill. Ja, oké, okay, cool. Thanks, man. Ik vind het niet zo leuk. Nee? Nee, man. Even een vraagje, dus gewoon kort. Hè. Dus, ik was hier vroeger ook als een van de enigste Afrikanen. Is dat nog steeds hetzelfde? Ja. Ja? Er is amper diversiteit. Dat is wel één iets dat ik jammer vind. Maar, ja. Maar misschien komt dat nog, denk je? Hopelijk. En bij jou? Ja. Beetje hetzelfde? Ja. Ja, hetzelfde. Want hoe lang zit je hier, als ik mag vragen? Dat is mijn 8e jaar, denk ik. Amai. Dus ja, gaat het wel uit om dan... Ja, chill, chill. Nee, merci. Straders, man. Straders. Première. Deze ruimte gaat een nieuwe zaal worden, zeg.
Maar ik kom binnen een jaar waarschijnlijk wel terug om eens te checken hoe, hoe de veranderingen zijn gekomen. Kijk, wij mochten turnen in een kleine container. Kijk, deze turnzaal. Oei, oh, ja. Oei, oei, oei. Is meneer John eigenlijk nog steeds? Ik moest een beetje hollen. Hollen? Wie de fuck zegt hollen? Ik moest een beetje lopen voor de bus. Maar ik ben blij dat ik binnen ben geraakt in KW Ibis. Heel veel emoties zijn terug naar boven gegaan. Positief, maar ook een beetje negatief. Maar daarover later meer. Nogmaals, ik wil niemand blamen. Maar in mijn geval was daar toch wel heel veel racisme aan de hand. En ik hoop persoonlijk dat het veranderd is. Ik ga nu nog een beetje chillen in Oostende. En ja, mij horen jullie later. I don't know if you get me, but I'm still feeling like a slave. And you know why? Deze dag zit er bijna op. Ik heb lekker gegeten. Ik ga zo meteen vertrekken naar het station. Terug naar Truppen. But we gonna change it. En we zijn weer aan het station aangekomen. Dus een beetje checken hoe laat de trein komt. Terug naar Antwerpen. Antwerpen. Bye bye Oostende, maar eerst nog wat merch. Maakt niet uit. Merch. Jullie kunnen zondag ook naar mijn albumrelease party komen in Kafka. Ga gewoon naar de. Hoe noemt het? De Facebookpagina. Ja, ja. Gewoon. Dan kun je tickets winnen nog. Deze. Oostende. Vaarwel. Oostende, Oostende. Hopelijk vonden jullie het ook. Amai. Hopelijk gaan jullie het een beetje interessant vinden. Ik ben wel een beetje moe, veel gerepeteerd, veel genoten. Als ik één quote van de dag zou mogen zeggen, wat komt, dat komt. Ik denk niet te veel na over morgen. Vandaag is vandaag. En steek de volle 100% energie in vandaag en dan ga je het beste doorkomen. Ben je verdrietig? Wees verdrietig. Ben je blij? Wees blij. Ben je blij en wil je verdrietig zijn? Doe je ding. Je kan alles aan. Jij bent perfect. Jij bent uniek. Ik ga terug op weg naar het station. En ik hoor jullie later. Maar dat is zo klein dan. Ik weet niet of dat mensen dan moeten weg gaan.
ze extra betalen voor een sticker makkelijker te krijgen. Dat die hierover. Ja, hè? Oh, wat? Fuck. We zijn terug in Antwerpen. Het is 12 uur. Ik ben helemaal kapot, dus ik ga mijn bedje in. En zoals ik al zei, abonneer op mijn YouTube. Laat zeker in de comments weten wat je ervan vond. En er komen nog heel veel vlogs aan. Ik out.